Goedemorgen. We staan dus in Berlijn voor het NH City West Hotel. Gisteren hebben we dus een reisdag gehad met heel slecht weer. Dus hoe dichter dat we bij Berlijn kwamen, hoe harder dat het begon te regenen. De werken vielen wel mee. We hebben wel een paar kleine oponthoudjes gehad en snelheidsbeperkingen tot 80 per uur. Soms een keer de middenberm doorgestoken. Maar gigantische files heb ik niet gehad. Wel in de tegenovergestelde richting was er soms absurde enorme files te zien. Dus dit is het hotel waar dat het mondmasker verplicht is om te dragen. Mijn kamer op het derde is wel mooi, maar de televisie werkte niet toen ik de kamer binnenkwam omdat iemand de stekker had uitgetrokken. Ik had een fout gemaakt met de kluis. De douche gaat wel. Het ontbijtbuffet is ook niet meer wat het geweest is, want alles staat in voorverpakte porties klaar. Je moet dus een kleine of een grote portie broodjes nemen. Een portie beleg nemen met vlees of kaas of gemengd. En ook het gemengd fruit staat voorverpakt. Enzovoort enzovoort. Dus het is minder gezellig. En vandaag gaan we dus de stadswandeling doen in Berlijn. We zullen wel zien waar we uitkomen. Ik heb gisteravond al de metro genomen naar Charlottenburg. Daar was dus niks te zien. Het begin van de Charlottenburg, waar het ook ergens de orangerie moet zijn, waar het muziekoptreden niet is doorgegaan. Alleen dat het een gigantisch groot mooi gebouw is, maar voor de rest niks te zien. Welke kerk zou dat zijn? We staan hier dus bij de Mariakerk, hier achter mij. En dit is dus ook aan de zijkant van de Alexanderplatz. Op dit plein is ook een standbeeld van Martin Luther. Hij heeft een heel mooi standbeeld. Maar vroeger was dit plein compleet anders ingericht en stond het standbeeld van Martin Luther veel prominenter op een aparte sokkel met zijn naam erop. Nu is het standbeeld gewoon op een vierkant blokje zonder naam. Alleen de sponsor is van achter ingegraveerd, dus die is nog wel bekend. Iets in een klein stadspark. Hopelijk wordt het zo dadelijk duidelijk. Ik sta hier naast Marx en Engels, de hele groten die het socialisme een forse start hebben willen geven. Spijtig genoeg is het dan heel snel gekaapt door dictators allerhande. Prachtige kerk lijkt het wel aan de waterkant. En er kunnen hier boottochtjes gekocht worden. We gaan het DDR-museum proberen te bezoeken. De Berlijnse muur met een bewakingstoren, maquette. Quota voor de muziek. Dit is het DDR-museum, waar je verplicht wordt van gemaskerd rond te wandelen. Het is geen leuke bedoeling. Een bureau van iemand die dus de gesprekken moest uittikken van al hetgeen dat hij afluisterde van zijn geburen en dergelijke. De Stasi. Alles op cassetterecordertjes van eigen fabrikaat. Het is wel erg hier. Uittreksels uit zo'n verslag. Een stretch Volvo. Voor de elite. Een mooie Volvo. Generatie 240. In stretch versie. Het is een Volvo 264. Die hier tentoon staat. We zitten hier in een nagemaakte woonkamer van Oost-Duits appartement. Dat was toen voor de mens een luxe. Dat was allemaal standaard. Hier staan we dus in een gevangeniscel zoals die tijdens de periode van Oost-Duitsland door de overheid werd gebruikt. Er zijn bijna 300.000 politieke gevangenen in opgesloten geweest. En op het einde werden ze zelfs verkocht aan het Westen. Een didactisch model van een tweetaktmotor. Het heet hier wel Unter den Linden, maar dat begint pas in Ginder.
het begin van het Unter den Linden met een soort Napoleon precies. En ginder in de verte de Brandenburger Toren. Nu staat hij er nog net volledig op. En helemaal op het einde van deze gigantische laan staat een obelisk met een gouden engel bovenop. En dat is nog wel een paar kilometer. En nu de Brandenburger Tor langs de achterkant, tenminste volgens het standpunt van het paard. Aan de overkant van de straat het gedenkteken van de Jodenvervolging. Hier staan we dus in het gedenkteken van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het aantal blokken, ik heb het niet geteld, ik moet de documentatie van het monument nalezen. De blokken zijn verschillend in hoogte. Ze liggen dus naast elkaar, zoals op een kerkhof waar je wel tussen elk blok kan doorwandelen. En heel af en toe ontbreekt er een blok in de structuur, heel vreemd. Ik ga eens kijken of ik toch een informatiebord over dit monument kan vinden. De Rijksdag. Alleen te bezoeken na reservatie. En ik was veel te laat. Dit lijkt al de voorkant van de Rijksdag. Hier achter mij dus vermoedelijk de moderne gebouwen van de Duitse ministeries. En ook weer een aantal gedenkkruisen. Ik ga zo dadelijk inzoomen, zodat er ook weer Russische verzetstrijders zijn van toen. Maar dit is artikel 3 van wat ze in het Duits noemen der Verfassung. Blijkbaar nog iets fundamenteeler dan de grondwet bij ons. En hier staan ze artikel per artikel opgesomd op een glazen wand. Is misschien is het de achterkant van het paleis van justitie of ministerie van justitie of iets dergelijks, dat het toch een bepaalde symbolische waarde heeft. Voilà. Achter mij ziet u dus een gendarmenmarkt. Een mooi plein met drie heel klassieke gebouwen. Ik heb geen idee wat het met de gendarmen te maken heeft. Dat moeten we alsnog opzoeken. Een soort tempel. Op het plein van de gendarmen, Michelangelo, Beethoven en nog iemand met een SH. Je moet echt voldoende afstand nemen om het gebouw tot zijn recht te laten komen, zeker de koepel. De Schouwburg, waar de kaartverkoop is ook opgeschort. Dit is de richting van de Berlijnse muur. Dat is een oude foto van Checkpoint Charlie. Een fragment van de muur. Een luchtfoto van de situatie op Checkpoint Charlie met onderaan de bareel. In het midden een soort breed plein voor inspecties. Checkpoint Charlie. We are entering the American sector. Oktober 2011. Anders dan is het gedenkteken opgericht. Zijn dat luidsprekers of stralers? Of is dat? Moet er nog zand zijn. Voilà, we staan dus nu voor Checkpoint Charlie. We gebruiken de zandstakken als statief. We are leaving the American sector. Hier achter mij staan er dus zo'n tiental palen. Die dus niet kunnen verzonken worden. En die dus nog niet kunnen opgepakt worden. Om te veiligen tegen de